Zet de boom van 40 meter omhoog. Zet de boom van 20 meter omhoog.
Ga naar het toilet, ik wacht hier. Nel? Ja, oké. Kap. Ze zeggen vanmorgen, ik was nog in de snor en alles, de koud en alles, daar leg barbecue naar. Ja, nee. Vanmorgen waren we weer reffertocht, we zijn naar Zand gegaan. We zijn naar sneeuw gereden, we zijn naar sneeuw gegaan. En nu zit we op de camping. Maar... Tegen American Bistro. Columbia richting South Kimberley.
It's a felt of 100 years old. I don't know about my children are.
Leven met de koeien in de ingang van de Yellowstone Park. Veel bewogen tot gisteren door het prachtig landschap Montana zijn er eindelijk een camping gevonden. Ik dacht eerst dat we tussen de beren moesten slapen en Sloan was boos. Ik zag een paar mensen al en ik dacht van daar kunnen we best bij zijn. Maar eindelijk gelukkig maar heel heen en weer gereden, midden in de bos staan. We zagen de herten naar ons kijken. Ik zou uiteindelijk in de grizzlybeer komen. Het is een beetje het tekent Walt Disney van Yellowstone. Er is een hele grote lichte beer bij de in. Maar we waren dolblij. Nu ga ik even de gordijntje. Ik heb het zeer luxe allemaal. Lekker warm water. Afgehoopt. Dat is heel duur. Hoor je dit buiten de zon? Lekker kopje thee, lekker eitje, boterhammetje. We hebben eigenlijk alles in deze camper. Warm water, een wc. Ja, die wc moet je even laten. We gaan dus ook, we kunnen als we ergens buiten staan, we moeten vreselijk nodig naar de wc een plasje opnemen. Andere dingen doen we niet. Dan gaan we hier naar ons toilet. Hier zitten. Keurig, hè? Ja, ik laat jullie in mijn plassen. Nou, en we hebben hier ook nog een douche. We hebben hier de douche, doen we het gordijn zo. We hebben het gedaan. Dat is echt. Nou, je ziet hier. De magnetron, hè? Als wij dus iets willen warm of ontdooien, hebben we dus gewoon hier de magnetron staan. En hier hebben we de ijskast. Er staat nu niet zoveel meer in, maar hij was proppel. Alles bij de hand.
hebben ook nog aircondition boven. Hier is nu het raam open. Lekker lucht. En hier hebben we het aircondition. Zie je? Ja. Nou, en dan is het tweede aircondition is hier. Dus als we het echt heel warm hebben, kunnen we het allemaal aanzetten. En als we het heel koud hebben, is dat onze kachel. Nou, wat wil je nou eigenlijk?